In het vorige filmpje hebben we gezien hoe we twee ronde voorwerpen in elkaar kunnen steken. Dit filmpje gaan we bekijken hoe we vlakken onderdeel tegen elkaar kunnen brengen. Vorig jaar hebben we enkel voor jullie een opbouwbrug gebouwd. De opbouwbrug bestond uit verschillende vlakken onderdelen. We gaan van deze onderdelen vertrekken om de assembly te bouwen. Je kunt deze onderdelen terugvinden op de website. Wanneer je op project drukt, wordt Inventor geopend. Vervolgens gaan we een nieuwe assembly beginnen. We voegen alle onderdelen toe van onze opbouwbrug. Enkele van deze onderdelen moeten meerdere keren voorkomen, zoals de balken en de beschutting. We kunnen deze onderdelen makkelijk meerdere keren laten voorkomen door te selecteren en op Ctrl-C, Ctrl-V te drukken. Vervolgens gaan we de poort in elkaar steken. Onze langste balken moeten vooraan op de poort terechtkomen. Hiervoor gaan we een constraint kiezen. In de vorige filmpjes hebben we gezien hoe het insert constraint werkt. In dit filmpje gaan we zien hoe de mate constraint werkt. We hebben twee mogelijkheden, ofwel gaan we twee vlakken tegen elkaar leggen, ofwel evenwijdig met elkaar. Eerst kiezen we voor om een deel van de balk tegen een deel van de poort te leggen. Je ziet nu dat het geselecteerde vlak van de balk tegen het vlak van de poort ligt. Vervolgens klikken we op Apply om dit te bevestigen. De volgende stap is om de onderkant van de balk evenwijdig te leggen met de onderkant van de poort. Hiervoor kiezen we voor Flush en klikken de onderkant van de balk en de onderkant van de poort aan. Je ziet nu dat de balk is gedraaid. Deze stap herhalen we, maar dan voor de zijkant. Ik herhaal deze stap, maar dan voor de andere balk die aan de andere kant van de poort terecht moet komen. Het eerste deel van onze poort is nu klaar. Deze keer plaatsen we ook onze poort als grounded. Dit is ons basisvlak. Vervolgens gaan we ons dak aanbrengen. Hiervoor kiezen we weer voor een constraint. Ons dak moet bovenop de balken komen te liggen, dus ze moeten tegenover elkaar liggen. We kiezen voor mate. De zijkanten moeten gelijk liggen met de zijkanten van de balk. Vervolgens assembleren we nog de rest van de onderdelen. We herhalen steeds dezelfde stappen. Zoals je kunt zien is er een fout in onze ophangbrug. Onze beschutting is niet evenwijdig verdeeld over heel de poort. Om het aan te passen ga ik kijken waar het is fout gelopen. Wanneer ik op plateau 1 klik en vervolgens kijk naar de verschillende constraints die ik heb aangelegd, zie ik dat ik flush 5 heb toegevoegd. Deze zou met een offset moeten zijn. Om deze aan te passen klik ik op mijn rechtermuisknop en klik voor edit. Vervolgens ga ik een offset aanbrengen. We zien dat de brug nu wel mooi in het midden staat. Soms kan het zijn dat onderdelen in conflict zijn met elkaar en eigenlijk in elkaar zijn versmolten. Om te controleren of het assembly volledig juist is, kunnen we bij Inspect kiezen voor Analyze. Vervolgens kunnen we twee vlakken aanklikken. Wanneer we op OK klikken, zien we dat er geen problemen zijn met de twee vlakken. Wanneer je klaar bent, kun je een assembly opslaan. Als laatste wil ik deze tekening op een papier zetten. Hiervoor kies ik vernieuw en gebruik ik het profielschabloon. Vervolgens plaatsen we onze assembly op een blad. Aangezien we met verschillende onderdelen werken, gaan we deze keer zeker een paardlist toevoegen. Wanneer we naar de paardlist kijken, zien we dat deze goed is ingevuld en de UI-properties van je onderdelen ook hebt ingevuld. We zien dat we totaal 7 onderdelen hebben gebruikt. De balken komen ieder 2 keer voor, net als de beschutting nummer 2. Vervolgens gaan we op de tekening ook deze onderdelen aanduiden. Hiervoor gaan we annotate en kiezen we voor balloon. Vervolgens kunnen de onderdelen 1 voor 1 gaan aanduiden die we gaan willen nummeren. We zien bijvoorbeeld dat beschutting 2 onderdeel nummer 5 is. Dit doen we ook voor alle andere onderdelen. Meestal kiezen we ervoor om de onderdelen mooi aan elkaar uit te lijnen. Om de onderdelen te selecteren die je wilt uitlijnen, beweeg niet van links naar rechts, want dan selecteer je ze niet, maar van rechts naar links. Wanneer je van rechts naar links sleept, selecteert hij alles dat in aanmerking komt met je kader. Indien je van links naar rechts sleept, moet alles wat je wilt selecteren binnen het kader vallen. Meestal kiezen we ook voor om onze nummers logisch te houden. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Om je nummer aan te passen, klik je op de paardlist. Hier kun je vervolgens de nummers aanpassen. Nu moet je nog voor zorgen dat de nummers in de juiste volgorde staan. Namelijk 1 beneden en 7 boven. Hiervoor klik ik opnieuw op de paardlist en hersorteren we de lijst. Deze methode krijgt niet altijd voorkeur, omdat als we naar onze onderdelen apart kijken, heeft onze balk van 220 mm
nummer 1 gekregen als onderdeel. Als laatste moet je de titelhoek nog invullen. Om de titelhoek volledig in te vullen, moet je de iProperties van de assembly invullen. Onze assembly krijgt meestal nummer 0000. Als laatste voegen we nog het algemene gewijd toe. We zien nu dat heel onze tekening is ingevuld. Deze kunnen we vervolgens opslaan.